Die is gewoon op die kraam ingereden. Die vrouw dus heeft de olie over zich heen gekregen. Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is alweer vrijdagmiddag. Ik heb vanochtend niet gevlogd. Ik had zo'n verschrikkelijke hoofdpijn. Ik ga nu Sarah uit school ophalen. Het gaat nu ook wat beter. Gaan we even naar zwemles. En dan weekend! Zo, zwemles gehad. En in de auto. En ik had hem in de schaduw geparkeerd. Dus het is even niet zo heet in de auto. En inderdaad, wat Sarah zegt, we gaan lekker pangsit halen, want de kraam staat er natuurlijk weer. Ja, dat was ook zo'n verhaal. Dat deden we natuurlijk best wel vaak. Best wel vaak, regelmatig. En die pangsitkraam staat op het parkeerdek. En die zou gerenoveerd worden. En dan zou de kraam er een paar weken niet staan. Daarna kwam die maar niet terug. En ik snapte er helemaal niks van. En ik had het nog nagevraagd daar in de buurt. Nou, niemand daar kon me iets stellen. Toen hoorde ik later van iemand dat die kraam gewoon was aangereden door een auto. Die is gewoon op die kraam ingereden. Die vrouw dus heeft de olie over zich heen gekregen. Echt heel sneu. En daardoor was ze er al die maanden niet. Nu gaat het gelukkig weer goed met haar. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar daardoor hebben we onze allerlekkerste pangsit weer. Dus dat is echt allebei super. Kijk met de camera. Ja, we hebben ze. Allebei eten en jij ook één? Oh. Mogen we dat? Allebei één eten? Tijd voor pangsit. Ik heb er zo'n trek in. Dus Sarah ook. Hè? Oh, niet eten. Oh. Tegelijk. Tegelijk. We houden het spannend. 1, 2. Nu tijd om te koken. En wat ik tegenwoordig altijd doe, als ik ontbijtspek heb en ik moet dat in reepjes. Je kan het snijden, maar ik gebruik een schaar. Dan knip ik het. Dat kan je volgens mij net niet zien zo. Dan is het veel makkelijker dan het snijden. Ik ken ook iemand die knijpt, of die knipt altijd de kipfilet in stukjes in plaats van snijden. Dat heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Kom lekker uit mijn woorden. Misschien moet ik dat ook maar eens proberen. Maar dit is echt wel heel handig. Marco is er niet, dus we eten lekker op de bank. We hebben eigenlijk een date. Dinner en een movie. We gaan een beetje Paddington kijken. En lekker eten. Het is een beetje een groot eetfestijn zo voor ons. De nette bank zit en nu heerlijke pasta. Mama. Hoe geniaal is dit? Draadloos opladen volgens Sarah. Dit is een wireless charger. Ik heb echt heel slecht gevlogd vandaag, maar ik had er net weer heel erg hoofdpijn en het schiet gewoon niet op. Dus ik denk dat het een hele korte vlog is geworden, maar ja. Zo werkt het leven soms ook. Ik hoop dat het toch nog enigszins leuk was om te kijken. Ik ga mijn bed in, hopelijk is die over, morgen helemaal over. Dus alsnog bedankt voor het kijken en tot morgen.